als ze bloed nodig hebben bij een operatie bijvoorbeeld, na een ongeluk. Ja, dat soort dingen, denk ik. Wij gingen de straat op om te horen wat mensen weten over bloed, plasma en doneren. Kijk je mee? Weet je ook wanneer iemand donorbloed krijgt? Wanneer je tekort aan bloedverlies heeft. Ik dacht, als iemand kanker of iets had of een bepaalde ziekte dan. Of wanneer, voor mij werd het ook soms gedaan als mensen een orgaan gedoneerd kregen. Dat soms erbij was of zo. Als je bloed tekort komt, bloedtransfusie heb je ook nodig als er verkeerde stoffen in je bloed zitten. In een simpele variant wordt bloed inderdaad gegeven aan mensen die er een tekort aan hebben. Denk bijvoorbeeld aan iemand die een verkeersongeval heeft gehad en veel bloed verliest. Dan moet dat bloed bijgevuld worden. Daarnaast bij operaties en bijvoorbeeld bevallingen wordt ook vaak bloed gegeven. En ook een groot deel van ons bloed gaat naar kankerpatiënten die chemo krijgen, zo'n 30%. Chemo zorgt er namelijk voor dat je kankercellen kapot gaan, maar daarnaast heeft het ook als bijwerking dat je bloedplaatjes niet goed worden aangemaakt. En die moeten bijgevuld worden. En daarvoor heb je ook bloeddonaties nodig. En zo worden er toch op veel verschillende manieren bloed gegeven. Doei!